Dag Bieke. Ma. Breng verse soep. Tomatensoep. Met balletjes. Uw lievelingssoep. Dank u, ma. Graag gedaan, Bieke. Ga zitten, ma. Koffieke, ma. Nee, nee, Bieke. Nee, nee, ik wil niet storen. Allee, toe deugd. Te voelen dat je welkom bent bij uw dochter. Ja, sorry, ma, maar ik moet een deadline halen. Ah, ja, ja, natuurlijk. Dat is het allerbelangrijkste. Uw werk. Oh, uw moeder moet je niet inzitten. Die hoort wel van vreemden hoe het met haar dochter gaat. En hoe druk ze het weer heeft. Ma, ik heb nu eenmaal geen 9-to-5-job. Maar ik kom straks wel een pintje drinken. Oh, nee, 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 nee. Nee, je moet voor mij je werk niet verwaarlozen. En valt het samenwonen wat mee? Ja, ja. Ik breng het geld binnen en Mark die doet het huishouden. Allee. En dat lukt? Ja, ja. Mark die moet zich nog wat inwerken, maar dat komt wel goed. Ah. Oei, maar zeg. Oh, wat zei jij aan het doen? Maar kind, dat is een klein moeite. Ik heb u dat toch niet gevraagd? Oh, ik wil niet dat jij uw neus in onze zaken steekt. Mark en ik, wij redden het wel. Huh? Oké, oké. Ik heb het begrepen. Oh, Bieke, allee, ziet dat nu die nieuwe keuken. Hoe ziet het er nu uit? Ma! Sorry, sorry. En waar is uw huisman? Op Radio Hallo. Het is zijn verzoekprogramma. En jij vindt dat goed? Terwijl dat jij de centen binnenbrengt, zit meneer daar plaatjes te draaien. Ja, als hij dat nu graag doet. Maar Fabieke, dat staat toch niet. Jij de carrièrevrouw en Mark de man aan de haard. Oh. Ah, wel, ik heb daar geen... Ik heb daar geen probleem mee. Mark is het prototype van de moderne man. De mislukte man, ja. Maar Fabieke, hij zou tenminste een fatsoenlijke job kunnen zoeken. Ma, je bent weer bezig, hè? Ja, maar ik zeg dat maar voor uw bestwil. Ja, wat gaan uw zakenrelaties denken als ze Mark ontmoeten? Ah, wel, hè, mijn zakenrelaties, hè, die appreciëren Mark, zoals hij is. En jij zou dat beter ook doen. Ik ben alleen maar bezorgd om u. Oh, je ziet dat hier nu, kind, die strijk en al die stof in die... Ma! Hou nu op met u te moeien met ons leven. Oké, oké. Ik zou mij niet meer moeien. Ik zal nog grap de afwas doen. Oh, ma! Heb jij geen huiswerk? Morgen is toch geen school. Ah, toon me dat nu agenda is. Hé, waar is uw boekentas? Mijn boekentas, waar staat die nu ook alweer? Ach, laat maar. Hier. Ik heb hem al. Gaan we nog niet aan tafel, mama? Oh ja, ja, maar we wachten op tante Pascale. Ja, hier. Billy heeft een rapport gekregen. Ah, dan gaan we weten wat voor schooncijfers onze flinke Billy weer behaald heeft, hè? Ja, aan tafel. Amai, Billy, zeg, jij scheurt precies van de honger. Voilà, zeg. Lezen aan tafel. Dat mag niet, hè, mama? Ja, ja, Billy heeft gelijk. Kom, ik kan dat niet verdragen. Kom, kom. Hey, een rapport bekijken, dat is toch niet lezen, hè, zeg? Hier. Aha. Een 10 voor rekenen. Een 9 voor taal. 10 voor godsdienst. Oh. Dat heeft hij van zijn mama, hè? Oh. Amai, zeg Billy, jij bent wel een slimme gast. Ja, maar mijn zoon, dat is een knappe bolze, ja. Pascaleke. Frans, die is... Ach, Frans. Wel, dat was ook altijd mijn beste vak. Un chasseur, sachant, chassé, chanson, chan... is een bon chasseur. Is een bon chasseur. En dan 8 voor wetenschappen. Ja. En een 3 voor turnen. Een 3. Dat is een schande, zeg. En hoe komt dat? Zeg, schreeuw niet zo, hè, Paul. Zeg, we zullen hier, die is wel gebuist voor turnen, hè. Ja, maar voor turnen. Houd je mij? Ja, en de buren ook. Zeg, zolang zijn andere punten goed zijn, is dat toch niet zo erg? En wat denk jij, Pascale? Ziet je? Pascale vindt dat ook. Een buis voor turnen, maar dat kan toch niet? Maar jij dramatiseert alles zo. Ja, straks gaat jij die 3 nog goedkeuren. Maar, een 3, dat is nu toch het einde van de wereld nu. En de volgende keer beter, hè, Bieke? Ja. En hoe komt dat? Huh? Je hebt weer de clown uitgangen, zeker? Ik sport niet graag. Wat? Zeg dat ik dat hier niet goed gehoord heb, hè? Kalmeert eens, hè, Paul. Ik turnde vroeger ook niet graag. Oh, dat zeg jij me nu pas. Had ik dat eerder geweten. Paul, ik deed dat ook niet graag. Al dat gedoe met die koorden en die balken. En ik raakte nooit over de bok. Dat is moeilijk. En elkaar met die bok. Fernand, wanneer begin jij mijn gootsteen te repareren? Maar dan, Pascale, dat komt toch allemaal in orde? Je weet, haast en spoed is zelden goed. Ja, maar als jij hier zo blijft zitten, hè, dan komt dat met mijn gootsteen ook niet goed, hè. Nou, Xavier, ja, maar een 3 voor turnen. Ja, maar kunt jij je dat voorstellen? Ja. Amai, dat is nog minder dan ik in mijn schooltijd. Oh. Zeg, vriend, en hoe komt dat? Ik vind sport niet tof. Ik ook niet. Veel te vermoeiend. Nou, zit dat maar aan. Hè? En hij heeft er aanleg voor ze. Ja, maar dat... Mijn leven is nu wel om zeep. Paul, jij klopt dat allemaal zo op. Alsof dat sport zo belangrijk is. Ja. Dat ventje saboteert wel mijn toekomstplannen met de kampioenen. Ik weet het, voorzitter. Ik weet het. Een ramp is het. Wat is dat van die toekomstplannen? Ja, ik wil op termijn uitpakken met de kadettenploeg, met Billy als kapitein. Ja. Wat? 2 ploegen? Zeg, en hoe komt dat dat ik daar niks van weet? Zeg, maar dat kun je niet maken, hè, meneer Boma? Nog wel, hè? Op zaterdag speelt de kadettenploeg en op zondag speelt de eerste ploeg. Ja, zeg, maar dat gaat niet door. Ik laat mijn duiven geen 2 keer op een weekend terroriseren, hè? Paul, daar komt niks van in huis, hè? Oef, er toch iemand die zijn gezond verstand gebruikt, hè? Doortje, een ploeg rond Billy, dat is wel mijn droom, hè? Oh, en mijn nachtmerrie. Ik wil niet dat Bieke een voetballer wordt. Ze schoppen hem misschien half dood. Half dood? Morsdood, ja. Mag er niet aan denken, hè? Fernand, hou eens op, hè? Ja? En Doortje, je overdrijft, hè? Doortje, laat u niet beïnvloeden door die sportmaniak, hè? Of ga je in de toekomst liever uw Bieke bezoeken op het kerkhof misschien? Gaat die gootsteen zitten. Dat is heel gevaarlijk. En een kruisje. Waarom, Doortje? Jij beseft niet welke kansen dat jij links laat liggen. Uw kleine kan een grote worden. Ja, en de nieuwe ook. Het gaat er toch om wat dat Billy graag doet. En als die niet wil sporten, wel, dan is dat toch zo? Maar misschien moeten we Billy overtuigen dat sport wel tof kan zijn, hè? Ja, hoe gaan we dat doen? Kiezen voor een kalme sport, iets dat hem tof vindt, hè? Vissen of... Ja, ik vind dat geen goed idee, hè. Paul, elke sport is gevaarlijk. Fernand, Paul. Mijn kleinste die moest met de school met bollen gaan smijten naar kegels, hè. Bowling. Wat, hè? Bowling. Nee, met bollen smijten naar kegels. Dus die pakt die bol. Die steekt zijn vingers in de gaatjes van die bol. Die wil met die bol smijten. Blijven die vingertjes toch niet in die gaatjes van die bol zitten zijn? Man, dat... Miserie. Verwittig is goed. Ik ben verwittig. Ja, als Billy niet graag sport, wat doe je eraan? Dat zult je morgen wel zien. Oh ja? Ja. Wij gaan met Billy de tofste sport ter wereld doen. Voetballen. Oh, Paul, ik waarschuw u. Als Billy iets overkomt, hè, dan ga ik terug naar mijn moeder. Wow. Ik ben er ook nog, hè. Ah ja? Als Billy iets overkomt, hè, dan ga jij terug naar uw moeder. Bezoek. Hallo. Zit vast. Mam. Maxke, kom, we moeten eens klappen. Kom. Gaan we hier eens even aan tafel zitten. Ja. Mark, ik heb een probleem met u. Ja, en ik niet alleen, hè. Oh, wie nog? Ah, ons Bieke. Ik heb gisteren met ons Bieke gepraat en die is niet tevreden met de Mark van u. Tja, ze heeft mij daar nog niks over gezegd. Oh, ja, maar dat is typisch vrouwelijk. Vrouwen die zeggen altijd het omgekeerde van wat ze bedoelen. Hoe bedoelt je? En wel, stel dat een vrouw zegt, je moet nu de vuilnisbakken niet buiten zetten. Eigenlijk bedoelt ze dan, je moet nu direct de vuilnisbakken buiten zetten. Oh. Allee, dat was een idee. Ja, dat is toch zo. Markske, gelijk dat jij er nu bij loopt, hè, dat kan niet, hè. Dus ben ik eigenlijk wel oké? Je luistert niet. Ik zeg juist dat het niet kan. Ja, mama, jij bent toch een vrouw? Ja, dus nee. Oh, weet Bieke dat al? Maar... Ja, mama, je zegt zelf dat vrouwen het tegenovergestelde zeggen van wat ze bedoelen. Ja, niet alle vrouwen. Dus wel alle vrouwen. Ja, maar vergeet even wat ik gezegd heb. Ja. Ja. Ons Bieke is ongelukkig. En wij gaan ons Bieke gelukkig maken, ja? Ja. Voilà. Maar hoe? En om te beginnen gaat jij vanaf vandaag een kostuum dragen. Oh. Ah ja, de kleren maken de man onthoudt dat heel goed, hè. De kleren maken de man. Ja. Hm? Ten tweede gaan wij een job zoeken voor u. Werk? Maar... En wie gaat dan al dat huishouden doen? Maar als jij gaat werken, dan kun jij een kuisvrouw nemen. Ah. Ik maak u even succesvol als ons Bieke. Ik katapulteer u naar de top. Ah, tof. Ah. Bieke zal nogal verrast zijn als ze dat te weten komt. Mark. Voorlopig moet dat nog een verrassing blijven voor ons Bieke, hè? Ah ja, anders denkt ze weer dat ik mij te veel moei, hè? Ah. Dus mag ik het daar wel zeggen? Mark, begint je nu weer? Ja, maar je zegt juist... Ja. Mark, huh? Je moet het wel aan ons Bieke zeggen, verstaan? Oké, ma. Ik zwijg. Wij verstaan elkaar, hè. Voilà. Billy, jaag de bal maar tegen de netten, hè. Kom af. Ja, dat was al goed, hè. Maar probeer nu eens wat harder, hè. Kom aan. Ja, we zijn op de goede weg, maar probeer nu te scoren, hè. Kom aan, zeg. En Xavier. Ja, kom op. Zeg. Wat heb jij deze morgen gegeten? Muesli. Je zal nooit zin in voetbal krijgen als jij elke bal pakt. Je moet hem laten scoren. Ah, ik zou ze moeten binnenlaten. Ah, maar dat is wel tegen mijn principes, hè, Paul. Ik zal mijn best doen, ik zal proberen, maar ik kan niet beloven dat dat zal lukken. Denk dan dat het match is, hè? Het zal dan wel vanzelf gaan. Kom aan, Billy. Xavier, doet je dat niet expres? Ja, Polleke, dat zijn mijn reflexen. Bon. Tot uit die goal, ik zal wel keepen. Zeg. Hey, kom aan, Billy. Allee, Billyke. Jaag er maar in. Toch, Billyke. Vrachtwagenchauffeurs. Magazijniers, vuilnismannen. Maar geen één job die bij u past, hè. En jij moet absoluut een job met klasse hebben. Ah, hier. Gezocht voor onmiddellijke indiensttreding. Volle gast voor het ledigen van septische putten. Ik moet er niet aan denken, zeg, mijn schoonzoon die beerputten leegmaakt. Wat zal ons Madeleine daarvan zeggen? Dat stinkt. Oh, ja, hè. Maar als jij je studies niet had opgegeven, hè, dan waarde jij nu dokterspecialist en dan zaten wij hier niet, hè. Sorry, ma. Hier, eerst, hè. Dat is misschien iets voor u. Hier. Sales manager voor een grote commerciële zaak. Denk je? Oh, ik zit al op uw naamkaartje. Mark Vertongen, sales manager. Wat denkt u? Ja, als jij dat wilt. Ja, ik merk het niks, hè, Mark. Als jij geen sales manager wilt worden, ja, dan zeg je dat gewoon. Ik wil geen salesmanager worden. Mark, verdorie, werk mij niet tegen. Jij wordt handelsvertegenwoordiger. Punt. Ah, het was weer vrouwentaal. Zeg dat dan, hè, ma. Nee. Oh, Doortje, ik zie scheel van de hoofdpijn. Heb jij geen aspirintje? Ah, sporten is gezond. Dat komt ervan. Ah, shit, mijn hoofd, hè. Zeg, het is uw eigen schuld, hè. Heeft Billy er plezier aan beleefd? Oh. Nee. Dus je staat geen stap verder. Nou, en toch zal ik niet rusten vooraleer ik voor Billy een sport gevonden heb die hij graag doet. Koppige nezel, is één buil nog niet genoeg? Ja, ik mij wel over uw kleine ontfermen. Oh. Alsof dat jij zo sportief bent, hè, Sjoeke? Ja. En mijn taboe dan? Taibo. Maar wel ja, ik zeg het toch, hè. Allee, Carmen, zo was dat dansen en wat te wippen. Dat is toch niet voor de man? Ik ga niet met hem dansen en wippen. Wij gaan samen zwemmen. En Bieke, en jij gaat dat heel tof vinden, hè? Ik denk niet dat dat zo'n goed idee is, hoor. Je moet geen schrik hebben, hè. Uw kleine zal niet verdrinken. Nee, maar jij misschien wel. Zeg, Ela. Dingen, hè. Gela van de plaveien en Oela. Broer, die kunnen nog veel van mij leren, hè. Dat zijn judosters. Ja, Carmen. Doe maar, ik vind dat proberen waard. Maar je moet wel heel voorzichtig zijn, oké? Okay? Zeg, je moet mij geen kinderen leren kennen, hè? Vraag dat maar aan ons neer ook, hè? Hé, mijn boelijke. Ja. Mensen, aandacht allemaal. Mag ik u voorstellen de nieuwe Mark Vertongen? Tadam! Wat is Mark? Gaat dat trouwen? Nee, ons ma heeft weer dat kuren. Nee, Markske, jij doet dat niet voor mij. Jij doet dat voor ons Bieke. Ah ja, vergeten. Zo'n onnozel kostuum. Jij moet iets zeggen. Bij u thuis kunnen ze weer binnen zien. Hoe bij mij thuis kunnen ze weer binnen zien? Ja, ik heb die gordijnen weer aan. De kleren maken de mannen, meneer Boma. Ik vind dat Mark heel schoon staat met dat kostuum. Merci, Doortje. Mark die geeft vandaag een nieuwe wending aan zijn leven. Ja, hij gaat direct werk zoeken en binnenkort staat hij aan de top. Ja, dat kieken. Ik geloof in Mark. Hij gaat het helemaal maken, hé jongen? Ja? Ja, maar ik vraag mij af of Bieke daar wel zo blij zal mee zijn. Ja, maar jij begrijpt ook niks van de vrouwen, Xavier. Oh, voor de ene keer moet ik die asperge gelijk geven. Ela, een beetje meer respect voor mijn schoonzoon, hè, Carmen? Bon, voor de ene keer moet ik meneer de asperge gelijk geven. Ha? Het werkt al. Ah, madame Pascale. Draait de kraan eens open als ik het zeg, hè. Oh, mijn jaap, hè. Oh, mijn kop, zeg. Oh. Ik kan het kunnen denken, hè. Gij pestkop. Ja, je zei dat ik de kraan moest opendraaien. Nee, ik heb gezegd de kraan opendraaien als ik het zeg. Dat heb ik gezegd. Ik zal nu... Als je mij aanraakt, roep ik mama. Bieke. Zeg, jij gaat toch echt niet beginnen sporten, zeker, hè? Ik wil niets, maar ik moet. Zeg, maar je moet je niks laten opdringen, weet jij dat? Dat sporten, omdat dat gevaarlijk is. Weet je wat je daar allemaal kunt mee breken? Uw neus, uw kin, uw oor, uw schouder, uw pols, uw voet. En dat doet zeer, hè? Heel erg zeer, hè? Ja, en straks moet ik gaan zwemmen met tante Carmen. Voilà, zwemmen met tante Carmen, ja. Ja, maar in dat geval valt er voor sport wel iets te zeggen. Jij liever dan ik. Ah wel, maar je zegt er al zoiets, hè. Waarom vraagt tante Carmen aan mij niet om te gaan zwemmen? Ah, dat is toch simpel? Ja. Als jij in het zwembad springt, dan loopt het water over. Dat gebeurt je. Oh. Ja. Goed amuseren, hè? Amai. Die Chippendeel mag mij gerust eens komen redden. Oei, wie komt naar hier? Zou hij mij gehoord hebben? Oh. Kom, Billy. Mevrouw. Zeg maar, Carmen. Dieren zijn hier ten strengste verboden, mevrouw. Ja? Oh, maar ons niet roken is een proper hondje. Ja, hij krijgt eigenlijk zo'n badje, hè? Ik maak geen uitzondering. Ofwel zet uw hond buiten, ofwel verlaat u meteen het zwembad. Ja, pas jij er dan op terwijl dat ik ga zwemmen. Hè? Kom, Bieke. Kom, Bieke, kom. Oh. Allee, kom erin, dat is plezant. Ja, maar tante Carmen, daar kan ik niet te zwemmen, hè? Dat is niet diep genoeg. Ah. Ja. Dan gaan we naar diep, hè. Allee, Billy springt er nu in, hè. Allee. Dat water is zo nat. Het is zo diep. Zo diep? Wat doet toch niet zo vlug, hè? Ik vind dat echt niet plezant. Niet plezant? En waarom niet? Wow, er zijn geen golven en geen glijbaan. Ja, maar er is toch een springplank. Allee, kom. Wil ik goed kijken, hè? Wat zullen ze stellen? Ah, madame Carmen! Hey, wat een toeval! Ik pak aan, hè? Kom, Billy! Doe niet! Nee. Meneer, nou verstaars, hè? Carmen verdriet! Oh, wat een serie! Oei, oei, oei! Dat Carmen zo prompt, mevrouw. Oh, meneer, dat komt ook nog wel goed bij haar, hè. Wacht, ik neem over. Ik ga niet weten wat ik zonder u moet beginnen. Profitaar! Ik kan niet spelen. Markske, ja. Hey, gaan we het eens proberen? Ja. Binnen. Diep. Diep. Gaat u zitten. Ah, ja. Meneer Vertongen, ja. Waarom solliciteert u voor deze job? Ja, omdat ik moest van u. Markske, dat mocht je niet antwoorden. Zo'n antwoord, dat klinkt niet gemotiveerd genoeg. Ja, wat moet ik dan wel zeggen? Ja. Zeg dat je dat werk graag doet. Ja, maar dat kan ik niet weten, hè, ma. Ik heb nog nooit als salesmanager gewerkt. Ja, toch moet je dat antwoorden. Huh? Hebt u vroeger al gewerkt? Ja, ik heb al gewerkt. Maar nooit lang, want ik heb 2 linkerhanden. Dat mocht je ook niet zeggen. Dat ook al niet. Zeg, ze gaan u niet aannemen, hè, als jij zo eerlijk blijft. Mark, je moet durven liegen. Oei. Bon, volgende vraag. Ja. En waarvoor heeft u gestudeerd? Voor striptekenaar. Nee, Mark, je hebt voor dokter gestudeerd. Ja, mama, ik mocht liegen, hè. Ja, maar toch niet over uw studies. Iemand die voor dokter gestudeerd heeft, imponeert. Ik heb mijn dokterstudies wel niet afgemaakt. Dat is een detail. Huh? Bon, en wat wenst u te verdienen? Ah. Ja, moet ik nu eerlijk zijn of mag ik liegen? U moet uw hart laten spreken. Ah. 1.000 euro. 2.000 euro, om te beginnen. Amai, zoveel! Maar ja, maar je moet ze laten voelen dat je ambitieus bent. Oh, zeg maar, solliciteren is niet gemakkelijk, hè? Nee. Mm-hmm. Wat zijn uw hobby's? Mijn hobby's zijn voetbal, Radio Hallo en stripverhalen lezen. Markske, zo stuur nu wandelen met zo'n hobby's. Zeg dat je graag kookt. Dat je graag creatief met voedsel bezig bent. Ah ja, ja. Ik kook graag en ik ben zeer graag creatief bezig met voedsel. Interessant. Mm-hmm. En wat is het laatste wat u hebt klaargemaakt? Tomatensoep uit blik. Ja. En waarom wilt u per se bij ons komen werken? Om van ons maar gezaag af te zijn. Meneer Vertongen, u kunt gaan. Huh? Ja. Diep. Ja. Zie dit. Hey, en hoe was het? Vond Billy het plezant? Wat kan mij dat schelen, zeg? Pascale Porto. Oh, ik was bijna verdronken, Porto. En? Oh. Verder heeft mond op mond gedaan. En het was de knappe net aan het Carmen. Hela, wat is dat allemaal? Niks bijzonders, Sjoeke. En Fernand heeft daarna verder gedaan. Zo. Oh. Ja, maar die heb ik raps op bekomst gegeven, hè. In plaats van Carmen te reanimeren, hij zou beter mijn gootsteen repareren. Ja. Hier, Carmen. Zeg, Billy, maar... Vond je het toch een klein beetje tof, hè? Gedacht. Een beetje plonzen in een bassin. Dat is toch geen kikker, hoor? Hé, jongen. Ik ken de sport voor hem. De sport die lenigheid vereist en precisie. Balthasar, Billy is nog veel te jong voor acrobaten doeren met vrouwen. Ja, absoluut. Zeg, ik geef mijn zoon een goede opvoeding, hè, meneer Boma? Ik had het over tennissen, hè, zeg. Maar je brengt me wel op een gedacht. Ah, waag het niet, hè? Ik dacht, van dat tennissen vind ik anders geen slecht plan, hè. Hey, Billy, jong, wat denk je? Oh, hé, hey, maat, de keer dat je zo'n balken getoucheerd hebt, heb je de smaak te pakken voor altijd, mijn gedacht. En daar komen schoonmeisjes tennissen, hoor. Meneer Boma. Maar daar moet jij nog niet naar kijken, hoor. Ik heb toch al een lief. Huh? Een lief? Wat blief? Hé, hey, schat, ik ben mijn werkmap vergeten. Scheelt er iets? Nee, helemaal niet. Zeg, sinds wanneer leest jij de Financieel-Economische Tijd? Ah, sinds deze morgen. Ik dacht, ik ga eens aan dat gazet kopen. Maar het valt een beetje tegen, want er staan geen stripverhalen in. Oei. Nee, wat heb jij nu aan? Een kostuum. Ja, dat zie ik ook wel. Ja, dan moet het niet vragen, hè, Bieke. Ja, en waarom draagde jij... Ons ma heeft u dat gegeven. Ja, het moest eigenlijk een verrassing zijn. Ze wilde nu blij maken. Blij? Zie ik er blij uit? Nee, dus het werkt, hè? Ja, mij er niet meer liggen, hoor. Vanaf nu begrijp ik de vrouwen. Ja, en waarom moet jij dat kostuum dragen? Ah, ik ben gaan solliciteren en ik heb de job gekregen. Ah nee, hè. Ah, nee, daar komt niks van. Ik ga ons ma serieus mijn gedacht zeggen. En ik wil niet dat jij gaat werken, hè? Begrepen? Ons ma had gelijk. Ik heb ze nog nooit zo content gezien. En die raket, die moet je dus ophouden. Gewoon lijn, maar die dag. Ja, kom. Gij zag je dit. Zal ik hier blijven. Kom. En de waarapper als uw vader. Het was ook geen naas. Oh, de Mathieu. Hallo, Billy Clinton. Hier komt de eerste bal van onkel Bal. Slechte raket, mijn gedacht. Het is een overjaarse macho die hier probeert de show te komen stelen. Ja, maar Binneke, je moet terugslaan, hè, jongen? Allee, geef jij een keer een opslag, kom. Daar zou ik eens willen een balletje mee slaan, denk ik. Hier is onze tenniskampioen. En? Dat is het voorzitter. Zoekt je iets? Zet even je feest onnozelaar. Oh, nu heb ik wat voor. Zeg, wat is er gebeurd? Uw zoon is een gevaar voor de samenleving. Ik ben gemassacreerd dat niet schoon is. Billy, wat is er gebeurd? Ik kon er niet aan doen, mama. Ja, nee, zeker. Als Balthasar niet onder de hokken van de meisjes had gegluurd, dan was er niks gebeurd. Ben er wel niet voor mijn leven. Ja. Zal ik Minou bellen om te zeggen dat ze vanavond niet moet komen? Ja, zeg, Paul, ik denk toch ook dat dat een hopeloos geval is. Ja. Weet je wat het ergste is? Billy die loopt over van talent. Ja, hij wil het niet gebruiken. Allee, hoe moet dat nu verder? Laat hem. Maar, wat heb jij met Mark uitgespookt? Ik had u gevraagd van u niet te moeien. Ja, je kent uw moeder toch. Ze steekt overal haar neus in. Gelukkig dat ik zo niet ben. Zeg, waarover gaat dat? Ik wil niet dat Mark gaat werken. Begrepen? Zeg, hoort u zelf eens bezig? Je zou mij beter dankbaar zijn. Ja, Bieke, daar kun je nu toch niks tegen hebben, hè? Meer geld, meer zekerheid. Ons ma die moet dat niet voor mij beslissen. Wij leiden ons eigen leven gelijk wij dat willen. Ja, maar uw ma heeft u alleen maar willen helpen, hè, Bieke. Het heeft precies al gewerkt. Als ik u was, dan zou ik blij zijn. Bieke, hij wordt direct sales manager. Dat is toch prachtig? Eigenlijk heeft uw ma gelijk, hè? Dat kan goed zijn, hè, maar het is het principe. Maar dat was de laatste keer, hè? Beloofd. Ik zal mij niet meer moeien met Mark en met u. Oké? Oké. Allee, ik moet nu gaan werken, hè? Tot later. Oh, Bieke. Ik heb een heel schoon stofje gezien dat kan dienen voor die nieuwe gordijnen. Ma! Ik heb niks gezegd. Voilà. Zeg, Bieke, we zouden eens moeten praten eigenlijk, hè. Allee, maar dan Pascale zijn materiaal zo versleten is. Fernand, zorg dat die in orde komt. Nee, we zouden... Fernand, ik ging juist met Billy praten. Ja, maar doe je maar uw klapje, hè. Dat stoort mij niet. Ah, nee, ik zou het met u eens willen hebben over... Ik heb echt geen zin in nog eens. Ah, dat is een slim bazekje. Ja. Nee, ik zou het met u willen hebben over Paul. Huh, die is een egoïst. Maar Fernand... Die denkt alleen maar aan sport. Zijn kop zal nog eens veranderen in de voetbal. Paul heeft het beste met Billy voor. Dat geloof je nu toch zelf niet, Doortje. Wie laten zijn kinderen nu tegen hun goesting sporten af? Maar zwijg, Fernand. Kijk, Billy... Sporten is ook niet direct mijn ding, hè, maar... Je maakt Paul wel heel ongelukkig doordat er geen één sport is die u aanspreekt. Huh? Ik wil Paul niet ongelukkig maken, maar ik heb echt geen zin om te sporten. Ja, maar er moet toch een rustige sport zijn die u wel aanspreekt? Je zou er toch echt eens moeten over nadenken. Nou, niet te veel, hè? Nee, je zou Paul er heel veel plezier mee doen, weet je dat? Oké, maar ik beloof niks. Oh, maar kijk, je bent zo'n schat. Kom, laten we dan Pascale. Die begroting is gerepareerd, hè? Ja, dat is ook niks te vroeg, hè? Geef mij 600 frank. Allee, 20 euro. Hier, zie. Ja, maar dat... Ella, en de rest? De rest? Dat heeft al ontvangen. En zeggen dat ik er altijd van gedroomd heb dat mijn zoon een grote kampioen zou worden. Nou. Oh, het zal bij dromen blijven. Nou, kop op. Ik heb daar juist met Billy gepraat en misschien komt dat nog wel in orde. Oh, maar ik denk het niet, hè. Billy moet het tenslotte ook zelf willen. Hè. Ik ben blij dat je dat inziet, Paul. Jij hebt al genoeg van een voetbalzot, hè. Nou. Kom. Paul? Kom. Ah, Billy. Om je een plezier te doen, heb ik eindelijk een sport gevonden die ik graag doe. Echt? Ah, nee. Nooit wanhopen, hè, Paul. Misschien kunnen wij die sport samen doen. Wat is het? Derfsport. Excuseer, juffrouwke, waar kan ik meneer Vertongen vinden? Meneer Vertongen? Ja, de nieuwe salesmanager. Ah, de die. Dat is mijn schoonzoon. Bij de zuivelafdeling. Dank je. Een zeer geslaagd idee, hoor, juffrouw Krukke. Ja, ja. Onze zuivelomzet is ondertussen al met 40% gestegen, hè? Ja. Een beetje creativiteit in de marketing, dat doet wonderen. Inderdaad, hè? Ik denk het ook, ja. En het was niet moeilijk om iemand te vinden? Nee, hoegenaamd niet. We hebben ondertussen de juiste man voor de juiste job gevonden. Dat was niet moeilijk. Daar is ze, onze nieuwe werkkracht. Waar we zo trots op zijn hier. En hij doet dat goed, hè? Pas op, hè. De kleren maken de man, hè?